Wauwauwiwa! Jongens, ik was net even op nu.nl en raad eens wat er stond. Manchester United toont interesse in Matthijs de Ligt. Sensationeel! Als Matthijs de Ligt weer herenigd wordt met Erik ten Hag. Natuurlijk dat geweldige topseizoen in de Champions League, hè? 2018-2019. En toen was Matthijs de Ligt aanvoerder. En Erik ten Hag weet als geen ander wat de waarde is van Matthijs de Ligt achterin. En hoe goed die gast is. En hij is alleen maar beter geworden bij Juventus en bij München. En ja, Matthijs de Ligt, hij staat nu op een zijspoor bij Oranje. Hij speelt niet alles. Hij is natuurlijk uit de basis verdreven door Quinten Timber. En nou ja, anyway, ik vind het echt een geweldige transfer. En ik hoop echt dat Matthijs de Ligt dit gaat doen. Ik heb echt wel een beetje, ja, ik vind Manchester United toch wel echt een leuke club. Helemaal door Erik ten Hag. Gewoon een mooie club en ja, Ten Hag is gewoon misschien wel mijn favoriete trainer. En ik hoop ooit dat hij bondscoach wordt van Oranje, maar ik dwaal af, jongens, ik dwaal af. Matthijs de Ligt heeft zich gewoon in de kijker gespeeld bij Manchester United. En hoe tof zou het dan niet zijn als hij naar Manchester United gaat. En wat een carrière heeft Matthijs de Ligt dan, hè. Heeft hij eerst bij Ajax gespeeld, dan naar Juventus, dan naar Bayern München en dan naar Manchester United. En hij, die jongen die is nog maar 24, hè. Nog maar 24 jaar en dan al bij zulke grote clubs gespeeld. Dat is toch ziek, maar heel vet jongens. Dus ik moest er even een filmpje van maken. Ik zou het echt geweldig vinden als Matthijs de Ligt deze transferwindow nog naar Manchester United gaat. Alhoewel, Bayern München wil het nog niet verkopen deze winter. Dus misschien gaat het in de zomer gebeuren. Maar ja, heel tof. Erik ten Hag wil Matthijs de Ligt. En het zou zo ontzettend vet zijn als die twee weer herenigd worden. Maar we gaan het zien. We lopen niet te ver vooruit op de feiten. En we gaan het gewoon zien. En, nou, bedankt voor het kijken in ieder geval. En ik hou jullie op de hoogte. Matthijs de Ligt. Naar Manchester United. Gaat het echt gebeuren? We gaan het zien.